Welkom bij een nieuwe video. En dit is de video over de Jan Vaassen Christmas Advent Kalender. En die maak je eigenlijk in december. Per 1 december ga je hem uitmaken. Ja, ik heb hem al gemaakt. Dus als je deze allemaal niet wil zien, volg deze video verder niet. 24 puzzeltjes van 54 stukjes. Tekenaar Dick Heinz. En je ziet, eigenlijk ga je hier linksboven beginnen op 1 december met dit puzzeltje. En ik heb de puzzels hier zo neergelegd. Ik heb ze allemaal gemaakt. Dus dezelfde volgorde als de doos. Deze is op 1 december. Deze op 7 december. En die volgorde zie je hier dus ook in de doos. Ik zal ze eventjes belangs gaan, want het is natuurlijk een ontzettend leuke puzzel om te maken. Nummertje 1 voor 1 december. Hier zie je Erik en opa. Dat is een vroegere stripfiguur die Jan van Haasteren tekende. Maar ja, als je nou even kijkt, zit ze in een soort badkuip hier. Het is een beetje raar. Zit er niet echt op zee. Je ziet allerlei vaste terugkerende elementen. Hier wordt trouwens de meeuw, die pakt de inktvis hier. Ik zal haar even weghalen. Die zit hier achter de inktvis, vast terugkerende elementen. Haaienvin zie je hier. En de tweede, die is op 7 december. De padvinders, die zie je natuurlijk ook heel vaak terug in de Jan van Haasteren puzzels. Ja, die vieren ook mee samen kerst. Dat zijn natuurlijk allemaal kerstelementen, hè. En dan hebben we de volgende op 21 december. Ja, gewoon een familie zou ik zeggen. Het is voor mij ook om even gokken wat Dick Heinz hier nou heeft bedoeld, hè. Of we hier toch iets bekend zien of niet. Een vast terugkerende element zie je de poes en de muis die je regelmatig terugziet. Ja, het is hier een beetje klunen met zo'n kerstboom. Wat we allemaal natuurlijk wel herkennen. Nummertje 20 dan, op 20 december. Ja, hier is echt de Jan van Haasteren studiotekenaars die we hier zien. Van links naar rechts Dick Heinz. Rob Derks met ZZ Top. Hè, een van zijn favoriete bands. Zie je ook vaak terug in zijn puzzels. Mars Gremmen. Wilma van den Bos en Jan van Haasteren. En Jan van Haasteren is hier allemaal dingen aan het tekenen. Je ziet hier linksboven de missing pieces. Jan van Haasteren ontbrekende stukjes. Waar je puzzels met ontbrekende stukjes kunt inleveren. Ja, de paraplu, wc doortrektouwtje, hondje Max zie je hier. De krab zie je hier als terugkerend element. Gele Jane stickertje, de periscoop. Allerlei dingetjes. Super mooi gedaan. Dan gaan we naar de volgende, dat is de belastinginspecteur, is ook een vast terugkerend element. Haaienvin zien we hier en hij, is, ja, hij heeft lekker een paar koffertjes met geld hier uitgepakt. Dan nummertje 3 voor 3 december. Hier zien we de politie en de boef als vast terugkerend element. De boef natuurlijk niet, maar de politie wel. En ze zijn op zoek naar de boef. Hebben jullie die gezien? Ze zijn hier bij een gezin aanbeland. Ook hier zie je weer de haaienvin als vast terugkerend element. Deze 16 december, schoonvader, schoonmoeder, die vieren ook kerst. Die liggen al in bed of gaan naar bed of zijn net wakker. En spookjes zie je hier ook als vast terugkerend element. Handjes en de oogjes. En nummertje 23, hier zie je een groot deel van de Jan van Haasteren familie bij de kribben. Schoonvader, schoonmoeder, schoonvader ligt erin. Hondje Max is erbij. Rebecca zie je hier, dat is een nieuw vast terugkerend element, hè, die Jan van Haasteren onlangs heeft bedacht. Jan van Haasteren zelf zie je hier. De kerstman en Sinterklaas, die zie je hier ook terug. En heel stiekem de boef, die gaat er hier met de buit vandoor. Nou, hier zie je nog een keer de boef. Hier heeft hij de kluizen leeggehaald. En dat is op 8 december. En de volgende is op 14 december. De kerstman, die hier allerlei prachtige schilderijen maakt van de sneeuw in allerlei kleuren. Ook hier zie je weer de haaienvin. En heel leuk, de poes als vast terugkerend element die zich lekker aan het opwarmen. De volgende is deze. Dit is de vader van Dick Heinz. Die is overleden in 2020. En Maurice in zijn rolstoel altijd met zijn hond. Dat is een goede vriend van Dick Heinz. Die zie je ook heel vaak terug in de puzzels. Ik moet even letten op hoe ik het woord puzzel uitspreek. Het schijnt puzzel te zijn. Nummertje 10, 10 december. Hier de kerstman. Die is hier zijn rendier aan het versieren. En allerlei andere dingen. Op zijn manier viert hij dus blijkbaar op deze manier de kerst. Nummertje 22. Ja, ik zou zeggen een gewoon gezin die verstrikt raakt in de plakband die je voor de kerstcadeaus maakt. Ze komen helemaal klem te zitten. En hier nummertje 18. Ik zou zeggen wederom een gewone familie. Maar die zijn hier heel erg bezig hoe ze een kerstboom moeten maken met de naalden en het lijm. En deze is helemaal mooi. Zij is helemaal bedolven onder allemaal naden. Hier zie je de zagen als een vast terugkerend element ook. Nummertje 4.
Ja, hier was ik een beetje in dubio. Ik dacht van ja, wie zijn dat? De opa, oma van Dick Heinz? Ik weet het niet. Gewoon twee opa en oma's die kerst vieren. Rood-wit gestreepte kat zie je hier als vastgerunkeerde element krapjes hier. Het zou mooi zijn als iemand hier misschien iets meer over weet. Nummertje 6 op 6 december. Hier zie je Sinterklaas. Hij is klaar met zijn job. 5 december heeft hij eraf gescheurd. Het is 6 december en hij is hartstikke moe. Hij is even aan het bijkomen van wat hij allemaal heeft gedaan. Nummertje 12 voor de 12 december. Dit is dan Sjaak en oom George. En ja, dit is wel heel mooi. Dat heb ik nog niet zo heel vaak gezien. Dit is dan een vroegere stripfiguur die Jan van Haaster tekende. En je ziet hier een uitvindersapparaat. Die oom George was ook een uitvinder. En dat tekende Jan van Haaster als stripfiguur omdat zijn vader ook uitvinder was. Die was er altijd mee bezig. En dat element van zijn vader heeft Jan van Haaster dus terug laten komen in de puzzels. En nu doet Dick Heinz dat dus ook. Ik vind dat wel heel mooi. En mooi dat ik dat even heb kunnen vinden ook. Nummertje 2, ja, ik zou hier weer zeggen een gewoon gezin. Hij komt mooi verkleed, geheel in de kerstsfeer, met een rendiermasker op. En daar wordt nogal van geschrokken. Nummertje 17, ook hier weer de vraag, ja, wat is dit? Zijn dit de vader en moeder van Rebecca? Of is het gewoon een gezin die kerst viert en de muziek lekker hard aan heeft en een hoop lol heeft? Nummertje 5, Baron van Tas tot Zeveren, die is ook kerst aan het vieren. Kerstboompje loopt weg bij hem. De haaienvin zie je hier en de inktvis die zie je hier ook achter op een schilderij. Dit is dan die op 24 december legt. Merry Christmas, de hele Jan van Haaster familie staat erop. Deze afbeelding zie je ook met deze personages achterop de dozen van Jan van Haaster. Met als enig verschil dat hier nu inmiddels Rebecca bij staat. Die is, wat ik al zei, onlangs toegevoegd. Die staat nog niet achterop de dozen, maar die hoort er dus wel degelijk bij. Nummertje 13, hier weer de kerstman. En ik zou toch zeggen, je ziet hier toch ook de padvinders die wat verkleed zijn. Maar ook dat weet ik niet helemaal zeker. Hier zie je de muisjes die lekker bezig zijn. Die bouwen hun eigen kerstpop. En deze die schrikt nogal van de haaienvin die eraan komt. Nummertje 11. Ja, hier was ik ook een beetje in de war. Heb ik lang zitten kijken. Denk, wat zie ik hier nou? Ja, een gezin dat zit hier met warmtelampen. Zit wel in het zand, maar die zitten niet binnen. Want hierachter zie je, dat is een huis waar je naar binnen kijkt. Want je ziet hier de rand bij de ramen ook. Dus je kijkt naar binnen, maar dat kan eigenlijk weer niet, want het sneeuwt daar. Ik kon dit niet zo heel goed plaatsen. Zij moeten toch binnen zitten, want je hebt hier van die warmtelampen die er hangen. Een heel bijzondere afbeelding. Genoeg vaste terugkerende elementen, superslak en schildpad, krapje. Je ziet hier weer van alles. Erg leuk om deze kleine puzzeltjes te maken. En dan als nummer 9 hebben we de laatste. Een gewoon gezin zou ik weer zeggen hier. En ja, dat gebeurt natuurlijk iedereen met kerst. We laten iets te lang staan en de boel die brandt aan. Ook hier weer oogjes, de periscoop en de kinderen die zijn hier lekker chips aan het eten. Nou, een onwijs leuke puzzel om te maken. En echt een aanrader. Al deze puzzels bij elkaar. Gemaakt door Dick Heinz.